Vandaag is alweer de vierde editie van de IT4Kids Gala hier in Noordwijk. Wat is het thema voor deze avond? Het thema is Vegas, dus doe eens gek zou ik zeggen. Dus dat wordt het thema voor vanavond. Hoe gaat het met IT4Kids? Want jullie zijn ooit al staan als een goede doelenorganisatie om kinderen meer te laten sporten. Hoe kijk je terug op het laatste jaar? Het laatste jaar hebben we veel meters gemaakt. Ik heb zelf ook veel meer tijd ingestoken na mijn aftreden bij de Infotheekgroep. We zijn verhuisd. We hebben een raad van advies opgericht. We hebben vaste medewerkers. Binnenkort introduceren we een nieuwe directrice. We hebben veel goede doelen ondersteunen. En een aantal nieuwe projecten. Een van de basis van het succes is ook dat bedrijven oude hardware kunnen inleveren. Hè? Bij Infotheek was dat, is dat toen gebeurd. Vindt dat nog steeds plaats. Kan je wat nog meer over vertellen over die hele sustainability? Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste is, en dat is de bewustwording die we ook proberen te creëren, is dat die oude hardware, daar moet je de data van verwijderen. Dat is eigenlijk punt 1. 2, het heeft een behoorlijke ecologische footprint. Dus het is belangrijk dat je ze goed afvoert. Ze zijn ook geld waard. Hè? Dus soms zijn de onderdelen geld waard. Soms is het product nog geld waard. En die waarde, dat is eigenlijk punt 3. Die kun je doneren aan een goed doel. Dat kan via IT4Kids. Dan kiezen wij de fondsen. Maar het kan ook zijn dat je zelf een fonds kiest. En dan loopt het via IT4Kids alsnog naar het fonds. Wat me opvalt hier is dat er heel veel grote IT-partijen jouw initiatief, jullie initiatief ondersteunen. Hoe komt dat? Ja, ik hoop dat het is omdat ze bewust zijn dat ze een steentje kunnen bijdragen. Ongetwijfeld heeft het ook connectie met ons verleden. Ik ben natuurlijk 10 jaar lang CEO geweest van Infotheekgroep. Veel samengewerkt en ik vind het heel fijn om te zien dat die partijen nog steeds ons ondersteunen. Wat kunnen we verder verwachten van IT4Kids? Want volgend jaar is jullie lustrum, hè? Vijfde editie dan. Wat kunnen we nog verwachten? Nou, wat heel belangrijk is dat we gaan investeren in sales. Sales die bewustwording gaat creëren bij eindgebruikers, maar ook bij andere resellers en bij vendoren, nog meer bij de vendoren. Dat we die hardware moeten inruilen. Als elk bedrijf zijn hardware inruilt, dan is er eigenlijk ook geen sportprobleem voor kinderen. En hoe kunnen bedrijven, mensen jullie initiatief verder ondersteunen? Nou, ze kunnen ons gewoon benaderen en dan gaan we langs. Dat doen we regelmatig en dan leggen we uit hoe het werkt. Het is best soms nog complex, dus het verdient wel een bepaalde uitleg. Wat staat vanavond op het programma? Want ik zag al een bekende Nederlander, Gordon, die komt presenteren. Maar ik zag nog heel veel andere mooie acts die komen optreden. Ja, zeker. De lat leggen we steeds hoger. Gordon komt zeker weer presenteren. En een tipje van de sluier gaat ook weer iets oppakken waar hij eigenlijk mee gestopt was. Dus we hebben een grote primeur. Heel gaaf. We hebben een nieuwe ambassadeur die ook zijn kunst vertoont op een fiets. Die kan heel goed op zijn BMX-fiets allerlei trucken. Dus die springt op tafel, springt over mensen heen alsof je zo'n mes tussen je vingers hebt. Heel bizar. Dus die komt zo midden in de schalenzaal zonder dat iemand het weet even zijn dingen doen. We hebben twee Russische acrobaten die heel gaaf elkaar in allerlei gekke houdingen kunnen wiebelen. We hebben Thomas Berger op de afterparty, dus dat is ook natuurlijk wordt één groot feest. Ik kan niet alles vertellen natuurlijk. Nee, dat gaan we ook zo meteen al in beeld zien. Hoe kijk je terug naar het afgelopen jaar? Want die zijn heel populair, zie ik ook, in de IT-branche, maar ook buiten de IT-branche. Ja, dat klopt. We proberen op verschillende doelgroepen te mikken. Vooral natuurlijk om die oude hardware op te halen. Want dat is natuurlijk eigenlijk als al die hardware naar ons toe zou komen, zou er geen kinderprobleem zijn onder de armoedegrens om met sporten. En er ligt nog zoveel. En mensen weten het eigenlijk niet. Het is gewoon zonde. En er zijn zoveel kinderen die niet kunnen sporten. Dus ik hoop dat we het komend jaar ook weer heel veel mooie dingen gaan doen. Maar afgelopen jaar was echt al heel mooi, heel goed gegroeid. Ja, waarvoor ook de Satie-channel en ook IT4Kids ook samenwerkt, is bijvoorbeeld de Esther Vergeer Foundation. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, echt een superleuke stichting. Heel betrokken zijn ze zelf. Dus de lijntjes zijn kort, wat het heel leuk maakt. Vanavond hebben we ook een heel mooi veiling-item van Esther om te veilen. Ze kon helaas vandaag niet bij zijn, maar volgend jaar komt ze zeker. Nog een persoonlijke vraag. Je bent lang het gezicht geweest bij Infotheek. Je bent teruggetreden. Je doet natuurlijk heel veel andere dingen op het gebied van sport, fitness. Wat ga jij nog doen de komende tijd? Dat is een mooie vraag, Wietold. Ik ben nog steeds actief in de IT. Ik ben op dit moment 4-5 bedrijven in binnen- en buitenland aan het begeleiden. Ik oriënteer me ook wel op wat nieuwe rollen in de IT. En daar gaat binnenkort mogelijk wat van aangekondigd worden.